Hoi, wat leuk dat je weer kijkt. De temperatuur die gaat nu echt een beetje zakken. Het blad is bijna helemaal van de bomen af. En dat betekent dat de winter op komst is. En dat heel veel dieren zich klaarmaken voor een winterslaap. En dat betekent dat ze ervoor zorgen dat hun ademhaling langzamer wordt. Hun hartslag lager. Hun stofwisseling valt bijna helemaal stil. Allemaal met het doel zo min mogelijk energie te verspillen. Waardoor ze zo min mogelijk voedsel nodig hebben. En dus op reserve de winter door kunnen. En ik neem je vandaag mee naar een paar plekjes waar dieren op winterslaap zouden kunnen gaan. Ga je mee? Een typische soort die een winterslaap houdt, dat is de vleermuis. Vleermuizen die eten insecten en in de winter zijn er bijna geen insecten te vinden. En in tegenstelling tot vogels die bijvoorbeeld insecten eten en die dus naar het warme zuiden vliegen, blijven vleermuizen bij ons in Nederland. En daarvoor zoeken ze dan plekjes waar ze de winter kunnen doorbrengen. En vaak zijn dat bunkers, forten. Of, wat je hier achter mij ziet, een oude ijskelder. En dan hangen ze hier in die kelder op hun kop, aan hun pootjes, aan het plafond. Vaak nog een beetje met hun vleugels om zich heen geslagen om zichzelf warm te houden. Het is nog niet echt heel koud geweest, dus de vleermuizen zijn er nu nog niet. Maar je kan je voorstellen dat dit een perfecte ruimte is. Lekker donker, een constante luchtvochtigheid. Waar de vleermuizen dan dus aan het plafond gaan hangen. En dan hangen ze dus echt hier aan die stenen met hun pootjes op de kop. Wat je hier wel al goed ziet in deze kelder, zijn al die pissenbedden. En die pissenbedden die overwinteren op zich niet, tenminste ze gaan niet in winter slaan, totdat het echt gaat vriezen. En dan kruipen ze in hele grote groepen bij elkaar en dat zijn ze hier wel al aan doen. Een andere diergroep die een winterslaap houdt, dat zijn de slaapmuizen. En dat is een familie van de muizenachtigen. En ze hebben een toepasselijke naam. Onder deze familie vallen bijvoorbeeld de hazelmuis en de eikelmuis. En deze muizen die eten voornamelijk vruchten en noten. Nou, in de winter raken die natuurlijk op. En dan gaan ze op zoek naar een slaapplek. Dat kan jouw nestkastje zijn, waar de vogels in broeden. Maar ook bijvoorbeeld onder stronken van bomen. Of ze zoeken een nestje onder de grond. En zo'n nestje, dat heb ik hier gevonden. Je zou er bijna aan voorbij lopen. Maar dit soort holletjes in de grond, dat zijn ideale plekken voor die slaapmuizen om te overwinteren. Ook lieve heersbeestjes houden in de winter slaap. Lieve heersbeestjes die eten bladluizen. En ook bladluizen die zijn er in de winter niet. Dus dan kruipen ze onder stukken takken en boomschors, zoals je hier bijvoorbeeld achter me ziet, in grote groepen bij elkaar, net als die pissenbedden van net. En zo komen zij de winter door. En dit soort holen onder de wortels van bomen, die zijn heel erg in trek bij bijvoorbeeld slangen om te overwinteren. Hier kruipen ze ver in weg en dan komen ze in het voorjaar als het weer wat warmer wordt en ze dus weer energie kunnen opdoen aan de zon, want dat hebben ze nodig om te kunnen bewegen überhaupt, komen ze weer tevoorschijn. Ja, en het egeltje natuurlijk. Dat is ook zo'n soort die in winterslaap gaat. Soms wel gewoon bij jou in de tuin. En egeltjes die maken hopen van bladeren en van gras. En daar brengen ze de winter in door. Ze maken er echt een soort nestje. En ze slapen meestal niet de hele winter door. Soms worden ze heel even wakker. Dan gaat hun temperatuur ook meteen omhoog. En dan zoeken ze vaak ook weer even een nieuwe slaapplaats. Je kan dus ook egels in je eigen tuin heel goed helpen. Door het blad bij elkaar te harken, onder een struik te harken. En de egels zullen je dankbaar zijn. Ook kikkers, salamanders en padden die houden in de winter slaap. En veel van die soorten, salamanders en padden, die overwinteren gewoon op het land. Tussen boomwortels, onder bladerhopen, lekker diep weggestopt. Maar sommige kikkers die overwinteren ook gewoon op de bodem van de vijver. En ze schakelen dan over op een zogenaamde huidademhaling. En ze hebben ook maar heel erg weinig zuurstof nodig, want het bloed dat stroomt heel traag. En het hart dat klopt dus ook heel erg langzaam. Ja, en terwijl de natuur helemaal stil ligt, wandelen wij natuurlijk gewoon lekker verder. Dus over 2 weken ben ik er weer met een nieuwe vlog. Tot dan!